Wist je dat 67,7% van de mensen in het bezit is van een rijbewijs? Om dit percentage omhoog te krijgen, volgen we vandaag een rijles en een slipcursus. Om het rijbewijs te behalen dien je te slagen in een theorie-examen en nadien dien je te slagen in een praktijkexamen. Na het behalen van het definitieve rijbewijs dan moet je in Vlaanderen sinds oktober 2017 het terugkommoment volgen. Ten vroegste 6 maanden na het behalen van het rijbewijs en ten laatste 9 maanden na het behalen van het rijbewijs. Wij als Rijschool VTR zijn erkend om dit te organiseren. De bedoeling is een aantal jonge autobestuurders samen te brengen gedurende een halve dag en dan via praktijkoefeningen op een beveiligd terrein en ook een groepsgesprek te komen tot, gezamenlijk te komen tot inzicht wat de risico's zijn in het verkeer en dat die risico's die in het verkeer zich voordoen vaak te maken hebben met eigen houding en ingesteldheid waarmee iemand plaatsneemt achter het stuur van zijn wagen. Naast de gewone rijopleidingen die wij aanbieden, hebben wij een speciaal terrein waar wij ook slipcursussen organiseren. De naam slipcursus is misschien een beetje ongelukkig gekozen, want het gaat meer over een anti-slipcursus. In de cursus slipbeheersing proberen wij mensen een perfecte zit- en stuurhouding aan te leren om en ook rijbewegingen aan te leren waarmee ze aan de slag kunnen in riskante verkeerssituaties. Als je een goede chauffeur wil worden, dan start alles met kennis. Namelijk een goede kennis van de verkeersregels. En nog belangrijker is de intentie om deze verkeersregels ook correct toe te passen in het dagelijkse verkeer.